ben Christine Hemmerecht en ik ben erg blij met het project Poëzievensters, een eerbetoon aan het werk van Herman de Koning. Op 22 mei 2017 zal het precies 20 jaar geleden zijn dat Herman stierf in Lissabon. En er zijn toch allerlei activiteiten om dat te herdenken. En de mooiste activiteit vind ik, dus, dat heet Poëzievensters. En dat is dus de buurt die besloten heeft van we gaan op transparante gedichten printen. En die komen dan te hangen in de ramen van buurtbewoners die zo'n gedicht willen ophangen. Jurg Pil was dus de wijkdichter. En hij, ja, hij is heel bevlogen en hij vindt poëzie heel belangrijk. Dus dat was zijn idee. Kom, we gaan dat doen. En dat vind ik ook zo mooi aan dit project. Dat het is niet van bovenuit opgedrongen of opgelegd. Het is ook niet de familie die heeft zitten trekken aan de kar. Maar het is eigenlijk echt de buurt die besloten heeft. We willen dit heel graag doen. Dat is ook een gedicht uit de Lenige Liefde. Zal ik niet kunnen zwijgen over je benen die mij ontvangen met open armen? Poëzie wordt vaak wel gezien als iets elitair. Als iets wat een kleine groep mensen aanspreekt. En hier is eigenlijk de bedoeling juist dat het voor een heel breed publiek is. En dat klopt ook bij de gedichten van Herman, omdat die zijn vaak zo op het eerste gezicht heel eenvoudig, heel toegankelijk. En tegelijkertijd is er dan toch altijd meer dan je op het eerste gezicht hebt gezien. Maar dat vind ik juist heel, heel mooi. En ik denk dat dat de kracht is van die gedichten. Het zijn geen moeilijke gedichten. Dus ik denk dat die daardoor potentieel een heel breed publiek kan bereiken. De Zurenborgenaars brengen een eerbetoon aan dichter Herman de Koning. Nog tot eind september kan u in Zurenborg een wandeling langs de poëzievensters maken. Meer info vindt u op antwerpen.be.